Ik was 18 toen ik voor het laatst met een meisje zoen en dat was niet te vergelijken met de verliefdheid die ik uh, later voelde. Het is niet anders dan een, dan een hetero liefde. Nee. Het, is, het is alleen een ander hokje, maar de liefde is hetzelfde. Er is niet zoiets als propaganda, er is niet iets van een fantastische leus die ik kan bedenken waardoor ik een, een hetero persoon ineens queer kan maken. Nee. Bij mij in de woonkamer is de hoofdoorzaak van heel veel stress in miljoenen huishoudens in Nederland tussen de periode januari en maart elk jaar te vinden. Mister Rood of Groenscherm, hemzelf uit WSMO, maar ook journalist, programmamaker, audioboek, inspreker en fulltime icoon. Riek Dank van der Westelaken. Dankjewel. Ja, met name Mooie dat, ja, dat fulltime icoon, dat is hard werken natuurlijk. Ja, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Nu jij het zo zegt, denk ik, oh, daar moet ik misschien beter mijn best voor gaan doen dan. <laughs> Nou, dat gaat volgens mij wel hartstikke goed. Ik ben heel blij dat je er bent. Um, ja, ik, ik, je doet eigenlijk ook niet heel vaak dit soort privé-interviews nee. over je seksualiteit. Um, waarom eigenlijk niet? Waarom? Uh, omdat ik vind dat het eigenlijk mijn uh, zaak is en dat niemand dat, dat aangaat. Uh, maar ja, aan de andere kant heb ik gemerkt dat uh, um, als uh, gay persoon uh, het zeer gewaardeerd wordt door soms. Jongere generaties, dat je je verhaal doet. En eigenlijk uh, heb ik gemerkt dat uh, als ik dus een persoonlijk verhaal vertel over hoe mijn coming-out is geweest, hoe ik in het leven sta, uh, als dat ook maar één iemand helpt, uh, dan is dat een goede reden om dit te doen. Maar eigenlijk doe ik het liever niet. Nee, maar je moet nu wel. Je zit op deze fluwele bank. Ik heb wederom ja gezegd. <laughs> We hebben je niet gedwongen. Je nee, wilde dit nee, zelf. Nee. Ja. ik heb, ik heb serieus over nagedacht. En ik denk, nou ja, goed. Wie weet is er één iemand die er wat aan heeft. Ja. En dan is het ergens goed voor. En om te beginnen misschien goed. Hoe zou je jezelf identificeren? Uh, een gay man. Ja, hoe zou je het zeggen tegenwoordig? Ben je queer? Ben je homo? Ben je gay? Ik vind het. Grappig dat er allemaal nieuwe termen, ik zou altijd homo gezegd hebben. Tegenwoordig zeg ik gay. Maar... Ja? ja, en waarom bijvoorbeeld queer zeg je dat ook wel eens? Nou, ik ben opgegroeid in een tijd dat queer nog een soort scheldwoord ja. was, en um, ik heb nog niet die connotatie van een geuzennaam, zeg maar. Ja. Um, maar ik vind het eigenlijk prima. Ik bedoel, uh, ik zeg ook liever bijvoorbeeld de regenbooggemeenschap dan de queer community of zoiets. En, en wanneer was het voor het eerst dat jij zo openlijk jezelf een homo of een gay man dan noemde? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk uh, tijdens mijn studentenjaren voor het eerst uh, naar buiten gekomen als homoseksuele man. Uh, en ik, ja, dat kwam ook omdat ik uh, verliefd was geworden op iemand... Uh, met wie ik een relatie had gekregen. En dat kon we op een gegeven moment niet meer verbergen. Dat was uh, zo bijzonder. Dat was mijn eerste grote liefde. En hoe kwam die connectie tot stand? Of hoe dat? Ja, we we begon uh, wij zijn, wij zijn elkaar gewoon hij, hij kwam bij het dispuut. Ik zat er al en uh, we raakten bevriend. En dat werd al snel dat werd al snel meer. En um, ik had nog nooit serieus uh, een relatie gehad daarvoor. Uh, zeker niet met een man. Dus uh, het was mijn eerste liefde. En wel met vrouwen al eerder een relatie gehad? Um, nou, ik zou het geen relatie willen noemen, want het was veel. Daar was het. Ja, ik was. Ik, ik, ik was 18 toen ik voor het laatst uh, met een meisje zoenen. Dat is niet te vergelijken met de verliefdheid die ik uh, later voelde. Want kan je dat verschil eens omschrijven? Want misschien zijn er nu ook wel mensen die denken van ja, hoe merk ik dat dan? Nou, de grap is dat ik um, toen ik opgroeide als puber um, was ik. Heel erg verliefd op meisjes. Heel lang. Maar ergens, uh, vanaf mijn 14e, 15e, um, hadden we biologieles. En uh, onze biologieleraar, uh, die legde uit: puberteit, verwarrend. Daar kan, kan je van alles gaan voelen. En op dat moment kwam dat als een soort optie bij me op: dat, oh, misschien zou ik ook nog wel eens iets voor mannen kunnen gaan voelen. Maar ja, goed. Ik... Dat was daarvoor nog nooit door je hoofd gegaan? Ik heb dat nooit echt zo ervaren, nee. Maar je, weet, je leert ook niet als je jong bent het verschil tussen vriendschap en liefde. Met terugwerkende kracht denk ik, misschien ben ik ooit wel eens bevriend geweest met iemand die ik meer dan alleen vriendschap mm -hmm. voor voelde. Misschien was het wel verliefdheid. Um, maar goed, je bent jong en je hebt geen idee wat je, wat je voelt, wat dat is. Ja. Maar kijk, ik werd pas echt verliefd op mijn twintigste. Dus dat wat daarvoor, dat was volgens mij ook wel gewoon een hoop ja, stuitende hormonen. En, ja. ja, Was je bang om homo te zijn? Ja, ik, ik, moet, ik denk dat iedereen die voor het eerst daarover nadenkt, zit daar niet per se op te wachten. Um, als je puber bent, wil je het liefst um, in de massa opgaan, hmm. denk ik. Ik Tenminste, zo God dat voor mij. Een soort onzichtbaar. Ik, ik wilde onzichtbaar zijn. Ik wilde gewoon op een veilige manier ontdekken wie ik was. En je wil niet op een negatieve manier opvallen. En als jij in een klas zit waarbij jongens en meisjes uh, uh, heel hard lachen als de biologieleraar vertelt dat er ook homo's bestaan. En dat iedereen roept, gatver en vies. Dan, uh, dan uh, we, komt er een klein haakje in je hoofd van, oh ja, dat is slecht. Of dat is. Ja niet oké, okay. of te, dan word je... iets om me voor te schamen. Dan moet ik me voor schamen. Ja. En dan helpt het gewoon dat je heel erg verliefd wordt op iemand. Precies, want inderdaad, als die verliefdheid... er misschien niet zou zijn geweest... Ja. Dus dan had ik hier net... niet gezeten misschien. <laughs> en wat is jouw queer of gay awakening geweest? Als we het hebben over film of tv... Ja, ik, ik heb een fragment meegenomen uh, uit de jaren tachtig. Televisiefilm uit Amerika. Eigenlijk de eerste grote uh, film waarin aids uh, aan, aan bod komt. Uh, het verhaal in het kort gaat over een man, zit in de kast, is homoseksueel. Um, heeft dat dus niet tegen familie en vrienden verteld. Uh, loopt hif op en uit, krijgt uiteindelijk aids. En moet dan wel aan zijn familie gaan vertellen uh, dat hij niet alleen homo is, maar ook dat hij doodgaat. Hoe oud was je toen, toen je het zag? Ik denk dat ik... Ik moet er een jaar of 16, 17 geweest zijn. En toen ik deze film zag, dacht ik alleen maar... Wow, maar dit is heftig. Dus deze man uh, in een sociaal isolement gaat ook nog uh, dood aan het eind. Dat betekent het om homo te zijn. En je, ja, je brengt ook nog eens keer je familie heel veel verdriet. Um, dat was een, ja, een soort negatief iets waardoor ik denk dat ik... Uh, er veel langer over heb gedaan om te, te beseffen dat ik homo was. Omdat je dacht, ja, maar wacht eens even. Uh, homo zijn betekent dus, oh ja, je wordt dus uh, sociaal geïsoleerd. Ja. Je komt alleen te staan, schaamte, dood. Allemaal dingen die je niet wil als je, als je halverwege je puberteit bent. Dus hoe goed de makers het ook bedoeld hebben om AIDS voor een groot publiek bespreekbaar te maken. Mm -hmm. um, zo negatief kwam dat bij mij naar binnen, als iets van: oké, okay, daar, daar moeten we van weg blijven. Dat is echt heel erg link. En dat heeft voor mij, denk ik wel, een paar jaar geduurd voordat ik bij mij de kwartjes begonnen te vallen. Gewoon omdat ik geen rolmodellen had en eigenlijk ja, niet de juiste had. Dit was wat je dan ja. kon zien? Dit was dan het enige alternatief. Ik heb ontzettend veel van geleerd vanuit de kast komen. Dus niet alleen wie mijn vrienden zijn, uh, wie ik zelf ben. Dat kwetsbaar durven zijn, dat dat niet een zwakte is, maar juist een kracht. Uh, omdat je uh, jezelf beter leert kennen en je de moed hebt gehad om uit de kast te komen... Um, en kwetsbaar hebt durven zijn... daardoor ben ik veel beter in staat geweest als persoon... om uh, diepgaande uh, menselijke relaties aan te gaan. Veel, veel meer misschien nog wel uh, dan als ik hetero was geweest. Omdat je, omdat je zoveel moet overwinnen voordat je uit de kast bent. En ja. zoveel, uh, nou ja... demonen moet bestrijden in je hoofd, maar uiteindelijk... Ik uh, ja, kan er weinig aan doen ook uiteindelijk. Het is nee, nou ja, wie je bent. Is, dat is precies ja. wat, wat, wat mijn uh, gevoel ook is. Uh, het is. Het is niet iets waar je voor gekozen uh, hebt. En wat dat betreft ben je ook, denk ik, een, uh, een rolmodel, of dat weet ik zeker, een rolmodel voor veel mensen. Uh, juist omdat je gewoon bent wie je bent en je bent ook homo. Ja. Um, wie zijn voor jou verder rolmodellen? Nou, Prince was niet per se een rolmodel, maar wel iemand. Die uh, deed beseffen van. Uh, er is meer dan alleen maar man, vrouw. Afgezien van de fantastische muziek die hij maakte. Uh, de heerlijke funk en de. Uh, de lekkere tantes. Heb je de posters muziek. aan de muur? Of ja. Hoe, ja? ja, zeker. Welke, van welke ook? Ik had Love Sexy. Had ik oh, ja. aan, de, aan de muur hangen. Uh, ik ben ook naar dat concert geweest, dus dat, dat heeft met elkaar te maken. Maar ik vond hem uh, uh, niet aantrekkelijk of zo. Het was niet dat ik dacht deze ongelooflijke hetero-man die alleen maar vrouwen had altijd is mijn rolmodel. Maar wat ik zo fantastisch vind aan Prince is dat hij uh, totaal authentiek is, en totaal ja. uh, zichzelf. Het is, ik, ik zou het niet androgyn kunnen noemen, maar hij speelde wel met die hij rollen. Hij speelt met die rollen. Ja. Hij, hij durft als hetero-man durft hij gewoon, bijvoorbeeld in 'Kiss' een topje te dragen, terwijl de vrouw naast hem helemaal volgekleed is. Voluit gekleed is met een gitaar op een ja. truck zit. Een beetje de rolverdeling die je eigenlijk in de jaren negentig andersom ziet. Dan zie je die rappers in kleren en dan zie je de vrouwen heel sexy. gekleed. gekleden, vrouwen doorheen, uh, ja, dansen en twerken. Ja. En hij doet dat in de jaren tachtig al andersom. Ik heb voor jou een quick confession, want uh, ik vind het natuurlijk allemaal heel erg leuk. Uh, maar je zit hier in een biechthok. Ik uh, denk dat dat duidelijk is. Um, dus ik zou graag willen dat jij de volgende zin afmaakt. En dat is. Iets wat ik niet zo leuk vind aan de LGBTQIA-gemeenschap is. Puntje, puntje, puntje. Dat we, ik vind dat we wat aardiger voor elkaar mogen zijn, en wat begripvoller en wat ruimdenkender. Ik denk dat we gewoon elkaar heel erg hard nodig hebben. Juist in een tijd waar conservatieve gevoelens en ideeën over, over onze gemeenschap opkomen. Mm. Dus ik denk dat we veel meer energie zouden moeten steken in, het, in, de, in elkaar uh, leren kennen... en uh, elkaar niet meteen uh, afvallen als we een foutje maken... Op, ja. op, met aanspreekvormen. Of met, en zeker als er dan nu weer partijen uh, opstaan die zeggen... ja, de LHBTI-propaganda, dan, ja. dan maak ik me wel zorgen. Omdat het, er is niet zoiets als propaganda. Er is niet iets van een... Fantastische leus die ik kan bedenken waardoor ik een, een hetero persoon ineens queer kan maken. Nee. Zo werkt het niet. Je bent het of je bent het niet. Um, dus ik maak me daar wel zorgen om. Ja. Ik denk dat we waakzaam moeten blijven en dus alle energie nodig hebben als gemeenschap om met elkaar weerbaar te zijn maken. tegen dat Juist. soort invloeden. En als we kijken naar media van nu echt. Uh, bijvoorbeeld op streamingsdiensten je hebt natuurlijk heel veel series die ja. worden gemaakt met uh, queer personages ja. erin of volledige queer series aan zich. Juist. Heb je daarin een favoriet dat je zegt, nou dit, dit vind nou, ik geweldig. Wat ik een ontzettende verademing vond om te kijken en het was, past een beetje in het verhaal wat ik net verteld heb, uh, is Heartstopper, Netflix serie. Ja. Het speelschap van middelbare school waarbij die homoseksualiteit eigenlijk niet zo eens een heel groot issue is. Het is een, een hele lieve, romantische serie. Uh, die hartstikke goed afloopt, wat natuurlijk ook prettig is. En ik vind het heel fijn om in deze tijd voorbeelden te zien van relaties tussen uh, jongens, meisjes, uh, queer relaties. Mm -hmm. Die gewoon. Natuurlijk heeft elke relatie een probleem, maar die gewoon hartstikke leuk zijn en romantisch zijn. En die jou ja, hetzelfde gevoel geven als een grote Hollywood romcomfilm. film. Ja. Uh, daar was ik heel blij mee. Om te zien dat het niet alleen maar. Ellende en problemen is, maar dat het ook super leuk is om gewoon queer te zijn. Queer joy. Toch? Dat, dat is het. Ja. Echt zo so cute. <laughs> Nick. Hi. Hi. Ik heb een boyfriend! Ja, we zijn allemaal volle Het is hard om de tijd te vinden. Het is ook inspirerend om gewoon ouders te zien. Uh, zoals een fantastische rol van Olivia Coleman. Die dan ja. gewoon. Oh, oké, okay, mijn zoon is helemaal. Nou ja, Even. Oké. Okay. Was dat ook de reactie van jouw ouders op jouw komen uit? Uh, mijn ouders waren wel een beetje verbaasd. Uh, en ik, ik denk dat ze zich heel, heel veel zorgen hebben gemaakt, omdat het natuurlijk. Uh, Mm -hmm. periode was van, uh, van HIV en ze kenden de wereld niet. Uh, en als je dit ziet, ja, het is niet anders dan een, dan een hetero-liefde. Nee. Het, is, het is alleen een ander hokje, maar de liefde is hetzelfde. Ja, mooi. Nou, uh, heel erg bedankt. Maar niet voor dat we naar een laatste confession gaan. En ik zie je kijken, je kijkt een beetje door <laughs> Dit zijn allemaal soort vragen. En als je ze niet wil beantwoorden, dan mag je drinken. Oh, ik ben al bijna. Nee, maar begonnen. je mag ook sowieso drinken hoor. Dat je okay. bent niet de eerste. Je kan even ruiken, dan, dan heb je misschien een idee. Ja, een soort wijnproeverij. Ja, is het is een hele high class. Wijnproeverij. Oh, dat is is best lekker. Ja, het is een soort fristie. Nou, dat lust ik wel. <laughs> heb je ooit met een beroemd persoon geflirt? En met wiens? <laughs> Even nadenken. Als een beroemd persoon met jou flirt en je flirt niet terug, mag ook. Met name. Ja. Wie dan? Dat kan ik echt niet zeggen. Nee, sorry. <laughs> dat kan ik echt niet dan zeggen. moet je drinken. Nou ja, dan ga ik drinken. Sorry. Dat gaat echt niet. Nee. Excuus. Oh, we zelfs heel als heel de camera uit is. Ja, maar... Oh, dit is. Er zit wel alcohol in. Ja, er zit alcohol oh, in. God. Deze krijg je lekker in een to-go uh, tasje mee. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. En als jij nou kijkt en denkt ik, ik wil meer queer films zien, dan kan dat door ons filmdagen. Tussen 13 en 24 maart. Oh okay. nee! Okay.